Zit je nou boos op mij? Ik zal er nog over nadenken. Ik ga het nooit meer doen. Guillaume die snowboardt ook veel liever. Die kan u wel een paar dingen leren. Ik denk niet dat hij dat wilt. Zo? Guillaume, dat klinkt niet tussen ons. Zo met je gezondheid rammelen, terwijl dat ik... Ik ben ziek, Shamil. Sorry van daarjuist, maar het werd mij een beetje allemaal te veel. Ik wou het nooit zo aan jou vertellen. Zoveel valt er ook niet te vertellen, hè. Maar ja, laten we rustig blijven. Maar wat is er eigenlijk? Mama heeft een knobbeltje ontdekt in haar borst en ze is naar de dokter gegaan. Nu gaan we afwachten of dat het goedaardig is of... Kwaadaardig. En wat zeggen de dokters? Nog niet veel. Ik wou pas iets zeggen als ik het met zekerheid wist. Sorry daarvoor. Maar het is ook wel belangrijk dat Noortje nog niks weet, oké? Okay? Blijf tussen ons. Er valt ook nog niks te weten. Hè. Voor hetzelfde geld maken we ons zorgen voor niks. Hè. Ik weet ook wat de dokter heeft gezegd. Hè. Het kan ook gewoon goedaardig zijn. Dan maken we ons zorgen om niks. Hè. Ik ben blij dat je positief denkt. Slaan ons er wel door. En jij? Ik hoop dat het een goede les was voor u ook. Ze spelen met je gezondheid. Arm, ik denk dat hij het begrepen heeft, ja? Meet me there. Bundles of flowers away through the hours of cold. Hier, de zieke. Hé, mist het school nog niet, man? Niet echt, nee. Nee? Ik moet u wel iets zeggen. Ja? Maar je moet me echt wel beloven dat je het tegen niemand zegt. Ja, tuurlijk, ja. Mijn mama heeft een bolletje onder haar borst gevonden. En nu denkt ze dat ze borstkanker heeft. Is dat wat? Ze heeft dan zo'n onderzoek laten doen. Maar nu zijn we aan het wachten of het positief of negatief is. Maar zolang dat we dat niet weten, mocht je echt niks tegen de meisjes zeggen. Want dan word je helemaal gek voor niks moest het niet waar zijn. En hoe voelt jij je? Echt wel rot. Ik ben al heel dag liedjes aan het luisteren om mijn gedachten te verzetten. Maar... Dat is rot allemaal. Wat gebeurt er toch met ons? Ik dacht even dat het over die pillen ging gaan, die vitamines van u. Ja. Daarover. Die pillen? Wat? Geen vitamine, steroïden, drugs. Jamil, is dat serieus? Ik wil gewoon spieren kweken, daarom ben ik ook flauw. Steroïden doe je niet, hè, man. Beloof mij één ding, hè. Deze gebeurt niet meer. Geen vitamine die dan steroïden blijken te zijn. En geen leugens meer, man. Echt niet. Zeg, ik beloof me gewoon dat je niks tegen Emma zegt. Maar als je dat zegt, ik heb nu al geen kans. Als ze dat weet, dan heb ik gewoon, dan is alles kapot. Emma, maar ik zeg niks. Op onze vriendschap. Nog één vraag. Ja, nu dat we toch bezig zijn met opbiechten. Nee, het is niet opbiechten. Het is gewoon een vraag. Weet jij toevallig of dat Emma een vriendje heeft? Waarom? Weet je nog toen dat jij en Lore weggingen uit het ziekenhuis en Emma er nog even bleef? En ze kreeg toen een sms'je van Domi. Domi? Ja, Domi, als een, ja, die van Tirte. Ja, ja. Ah, wel, en er stond op, in de sms'je stond iets van... Kevin, mist u? Mist jij Kevin? Gewoon een jongensnaam, Emma, en van missen, snapte? En... Ik ken geen Kevin. Daarom juist. En ik wou haar hand aan vasthouden om te zeggen dat ik haar mis. En toen deed ze super raar, want dan moest ze plotseling naar de wc. Maar boom, ik denk dat die gewoon een koppel zijn. Weet jij toch niet? Je weet dat niet. Wel, jongen, dat is een vrouwelijke intuïtie. Maar je bent een man. Ik voel aan haar intuïtie, snap je? Ja. Maar snap het? Mm. Want ik ben geen vrouw. When it all counts for something, it
kijk, deze is keimooi. Oh, dat is echt mooi. Maar om eerlijk te zijn, zie ik uw mama daar wel niet direct in. Maar jij daarin tegen? Pas het eens aan. Zot. Je durft niet. Tuurlijk durf ik niet. Wacht, ik zal een foto trekken. Ja, maar niet posten, hè? Nee, nee. Ik ga hem alleen naar Tommy sturen. Echt? Maar nee. Oké. Okay. Hoe zit het nu eigenlijk tussen jullie? Ik weet niet. Ja, mag je wel iets doen? Ah, ik wist niet dat jullie zo close waren. Zo close? Dat zou ik nu ook niet zeggen. Maar ja, ik weet niet. Je had gevraagd of ik iets wou doen. En wat gaan jullie doen? Hij ging de plannen maken. Ja, kom anders naar de dierentuin. Ja, zou ik elk wel kunnen voorstellen. Kun je ons gratis binnenkrijgen? Dat denk ik niet. Nee, maar ik kan jullie wel een gratis rondleiding geven. En ik kan jullie het belangrijkste van al Kevin tonen. Amai. Maar ik zal het voorstellen. Ja, dat is goed. Weet je al iets meer over mama's onderzoek? Nee. We weten nog niks. En zo het zou zijn, dan laten we het u zeker weten. Maar... Zit hij ook in een familie? Niet dat ik weet. Nee. Ja. Ik heb zo gelezen dat als vrouwen borstkanker hebben, dat ze hun borsten dan laten verwijderen. Jamil. Wat heb ik daar gelezen? Zit jij nu echt getucht hebben over borsten? Ja, echt waar. Dat stond online. Je moet hem maar zelf zoeken. Maar dat weet ik, dat dat online echt niet, staat. Dat zal daar wel in staan. Staat erin? Dat weet ik wel, maar als het zo is, dan zijn er ook andere manieren voor, hoor, om dat te behandelen. Ja. Sinds wanneer lees jij trouwens dingen over... Ja, sinds dat ik heel de dag thuis zit en niks anders kan doen. En nu met een van mama. En Jamil, je weet goed genoeg waarom dat je thuis zit, hè? Dat moet ik je toch niet vertellen opnieuw. Maar zoals mama gisteren zei... Ik denk dat je je les wel een beetje geleerd hebt nu, hè? Ik hou dat geld van die pillen van uw zakgeld, maar wat mij betreft is uw zares voorbij. Serieus? Ja. Dank je wel. Ja. Dus ik mag gewoon gaan finissen bieden? Niet zo'n beetje, Mil. Je moet deze week nog rustig houden. Je weet wat de dokter heeft gezegd, hè? Oké. Ja? Dank je wel. En ik wil dat echt nog meer zien en horen, hè? Ja. Domi, wat een verrassing. Ja, je komt niet later. Alles oké? Ja, ze. Ik ging eigenlijk juist aan mijn schoolwerk beginnen, maar dit is veel toffer. Kom toch nog morgen? Tuurlijk. Ja, ik heb het super hard gemist. En ja, vorig weekend kon ik niet echt met de begrafenis en zo. Ja, en ik en Kevin hebben nu echt super hard gemist. Voor u. Echt? Ja, ik wou het eigenlijk pas mijn Valentijn geven, maar dan moest ik nog een week wachten en daar had ik geen zin in. Mijn Valentijn? Ja, dat is een grapje, hè? Oké. Ja, ik zal u nu dan laten, zeker? Ja, oké, is goed. Ik ga nog een beetje verder werken. Tot morgen. Ja. Tada. Too late now to say sorry. Down. Is it too late to say?
gaan ze zeker kennen. Dat wordt ambiance tot en met. Denk je echt dat ze dat gaan kennen? Nee. Denk je eigenlijk dat er veel volk gaat komen kijken? Geen idee eigenlijk, maar ja, ik denk wel. Die zijn redelijk veel daar in dat rusthuis. En misschien als je elk al zo een familielid is meebrengen, dan wordt dat full house. En beyond, hè? Sowieso. En dan nu moeten we nog een choreo hebben, want dan gaat iedereen bij ons. Ik zie het al voor u, met al die valse heupen en die rolstoelen. Ik ben er echt niet heel goed. Maar ja, hey, we gaan er later sowieso zelf ook zitten. Hè. Ik ben mijn vals geput. Jij bent mijn valse heupen. Zeg. Oh. Dus je bent er klaar voor? Denk het wel, hè. Jij niet? Ja, ja, denk het ook. Ik ga hem door. Ja. Hier, gsm. Thanks. Wat is er? Wanneer zit jij bij Antoinette en Bernadet? Na mijn afspraak, zo snel. Oké. Dag. Ging je trouwens niet naar Loren en Rob? Moesten ze niet optreden in dat bejaardentehuis? Ik heb daar geen zin in. Oh, ik heb het hier zo gemist. Ik heb vooral u gemist, maar ik heb een verrassing voor. Waar is Loren? Heb je het precies nog niet gezien? Nee, die moest nog iets regelen voor school. Ah ja, oké. Okay. Top. Mag ik het zien? Ik vind het vandaag wel echt heel leuk. Ik ook. Kom maar, blijf Loren. Maar hij is echt zo geen stress. Ze komt wel, ze komt wel.